Carolien die ging trouwen, bleef in Den Haag wonen. Ze was heel verknocht aan haar broer, Willem de Vijfde. Ze gaf hem ook eigenlijk veel raad. Het was een man die staatszaken wel ernstig nam, maar toch veel meer getrokken werd door wetenschap en kunst. En zij was zeer kordaat en ze was ook een stukje ouder dan hij. Ze wilde in Den Haag blijven wonen toen ze trouwde met Karel van Saxe-Weimar. En toen moest ze een paleis hebben. Toen heeft ze er een aantal huizen voor aangekocht aan de Korte Vijverberg. Maar die waren alles bij elkaar, ook als ze verbouwd zouden worden, niet fraai genoeg als paleis. En toen is de Kop er aangebouwd en dat is nu Koninklijke Schouwburg. Dat zou een bestemming zijn die haar zeker zou hebben aangestaan, denk ik. Dat zou ze prachtig gevonden hebben. Ze heeft er eigenlijk nauwelijks in gewoond, want toen het klaar was, is ze toch naar Weimar gegaan. In het gezelschap, ik heb u dat zojuist ook al gezegd, zijn aanwezig, behalve de leden van het Koninklijk Huis, twee leden van, of eigenlijk vier leden van de koninklijke familie, prinses Christina en haar echtgenoot Gert. Ja. En de directeur van de Schouwburg, de heer Van der Veen, die het gezelschap welkom heeft. U ziet beelden op het balkon nu. Maar er is hier ook een koninklijke loge. Die was te klein voor de hele gezelschap, vandaar dat men hem niet gebruikt. Annelien, mensen vragen mij altijd, hoe weet je nou wat de koningin aan heeft? Vertelt ze je dat van tevoren? Nou, ik kan je meedelen dat ze dat niet doet. Maar heeft ze jou dat ooit wel verteld? Nee, natuurlijk niet. Het zijn toch helemaal privézaken. Maar je kan het natuurlijk zien en beschrijven zo goed als je dat kunt. Hè? Als je daar verstand van hebt. Wie beslist daarover, denk je? Ik denk dat de koningin er heel persoonlijk en alleen over beslist. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat daar eens overleg over gepleegd wordt. Ik wil daar niet meer zeggen dat ze daar dan autoritair in zou zijn. Maar het kan zijn dat bij een bepaald beeld, als de koningin weet dat ze in een, laten we zeggen, gifgroene zaal komt, of het wordt haar verteld, dan zal ze zeer waarschijnlijk daar wel rekening mee houden. Op Prinsjesdag is het eigenlijk wel duidelijk dat de koningin heel vaak rekening houdt met kleuren, omdat ze dan altijd het onderscheidingslint draagt, hè, van de onderscheiding Nederlandse leeuw. Dat is een heel speciale kleur natuurlijk, dus daar houdt ze altijd wel rekening mee. Maar dat zijn ook weer haar eigen overwegingen. Het stuk wordt geregisseerd door Eddie Habbema en hij zal straks een korte uitleg geven bij de geschiedenis van een paard. Een korte uitleg van het voorafgaande, dat is zeker nodig om dat laatste deel voor de pauze te kunnen begrijpen. Het is een heel poëtische, muzikale toneelbewerking, waar ook nogal wat muziek bij te pas komt. U zag Wim van Rooij als Elgang, een ruin in de geschiedenis van een paard. Maar
werk van Tolstoj door Mark Rossovsky. Stond onder de regie van Eddie Habbema, werd uitgevoerd door de Haagse Comedie. U zag verder ook nog Vast en Batenburg, Franschien Brezen, Jim Berghout, Gijs Scholte van Aschat, Gaston van Erven, Reinier Heideman, Kees van Lier en Peter Hoeksema. De accordeon werd bespeeld door Bert Nicodem, de viool door Caroline Guitar en de contrabas door Fred Snell. Het is niet alleen een feestelijke dag voor het Koninklijk Gezelschap vandaag, maar ook voor de Koninklijke Schouwburg, want het is vandaag precies 180 jaar geleden dat daar voor het eerst een voorstelling plaatsvond nadat het van paleis was verbouwd tot Schouwburg. Het was een voorstelling van het werk van Voltaire, 30 april 1804. Dit gebouw werd overigens pas in 1897 voorzien van elektrisch licht. Daarvoor had men de voorstelling nog geheel met gaslicht kunnen verlichten. U hoorde ook weer aan het eind een kleine improvisatie van de blazers op een werk van Jurjen Andriessen. Eigenlijk een beetje ter voorkoming van een spontaan uitbarsten in het Wilhelmus, heb ik me laten vertellen. Want op zo'n dag als vandaag is het natuurlijk schitterend dat ook eens het Wilhelmus weer klinkt, maar niet bij iedere gelegenheid. Dat leek de organisatie voor de koninklijke familie wat vervelend. Men gaat nu naar buiten, naar dat toernooiveld waar aan het gebouw ligt. Er zijn nog hier wat mogelijkheden ingebouwd om even, zoals dat heet, de handen te wassen. Dat toernooiveld is niet wat u denkt het veld waar vroeger de adel haar toernooien hield. Nee, het was het veld waar eigenlijk het godsgerecht besliste, wanneer de rechter niet meer wist welke van de vechtende partijen hij gelijk moest geven, dan stuurde hij ze naar dit toernooiveld toe en dan mochten ze het daar met het zwaard beslechten. En dan was het recht natuurlijk altijd aan de zijde van de sterkste. Vandaar die naam toernooiveld. Camera laat u nu zien dat recht tegenover de Schouwburg op het Lange Voorhout een kermis is opgebouwd. En die hele grote hoge boog die u daar links boven de bomen uitziet komen, dat is een onderdeel van die kermis. Dat ding dat daar helemaal bovenaan staat is een bakje, daar kunnen zo'n man of 25 in, daar gaat hij al. En dat komt uit Duitsland en is de allernieuwste kermisattractie hier in Den Haag. Ik heb me laten vertellen dat het 1,8 miljoen heeft gekost, dit apparaat. Je hebt een beetje het idee alsof je in een neerstortend vliegtuig zit als je daar van boven naar beneden suist. Maar het wordt toch wel door veel Hagenaars op prijs gesteld, want het zit bijna continu vol. Ik heb me laten vertellen, Annelien, dat zelfs Mozart in dit gebouw, dat was toen nog paleis, composities heeft gemaakt. Onder andere dacht ik wat variaties op het Wilhelmus, maar ook een paar sonates voor klavercimbel. Ja, hij heeft sonates geschreven speciaal voor Caroline, de zuster van prins Willem V. Hij heeft ook een muziekstuk gemaakt bij de inhuldiging van de prins tot stadhouder. Hij was een beetje een protégé van Caroline en ze was er heel dol met de muziek die hij maakte. Voor de inhuldiging van prins Willem V, dat is wel leuk om te weten denk ik, heeft hij een stuk gemaakt dat een ode was aan de Batavieren. Het is een heel merkwaardig stuk, een quod libet heet het. En daar zijn gesproken teksten in die eigenlijk moesten opvallen, heb ik begrepen, door hun komische effect wat ze tussen de nogal serieuze muziek in veroorzaakten. Het is een stuk muziek wat ik zelf een keer gehoord heb in Duitsland, in Slot Augustusburg, waar de koningin en prins Klaus op staatsbezoek waren. En het hele gezelschap barstte daar inderdaad in spontaan lachen uit toen het gespeeld werd. Het is heel leuk, heel luchtig, erg grappig. Je zou zeggen, bij zo'n inhuldiging hoort misschien een zeer ernstig stuk, maar dat is het dus niet geworden. Overigens weet ik niet zeker of Mozart in dit gebouw heeft gespeeld. Ik denk eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij uitgenodigd werd bijvoorbeeld in Paleis Noordeinde, wat ook bewoond werd in die tijd.
kijken we naar de overkant van dat toernooiveld, naar dat lange voorhout, dan zien we niet alleen de kermis, maar tussen de bomen ook nog een standbeeld van Karel Bernhard van Saxen-Weimar. Ik had daar nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Nou, ik eerlijk gezegd ook nog niet zo vaak, maar op een gegeven moment bij de bestudering van het geheel wel. Het is een man die wat gedaan heeft in het culturele leven van Den Haag. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat zijn verdienste was waarvoor hij het standbeeld kreeg. Ik heb het ernstige vermoeden dat hij het kreeg omdat zijn dochter later in het huwelijk trad met Hendrik de Zeevaarder. En dat was een broer van koning Willem III. Hij heeft het standbeeld ook eigenlijk pas na zijn leven gekregen. En nou staat er op het standbeeld dat het is voor zijn verdienst in de tiendaagse veldtocht. Even de hofvijver tussendoor met die schitterende fonteinen erin. Dit is een natuurlijk duinmeertje. En er schijnt een ondergronds beekje door Den Haag te lopen dat dit duinmeertje van water voorziet. Er is zelfs in de 14e eeuw is een hertog geweest die bemerkte dat zijn vriendin haar ring in dit meer verloren was. En die heeft toen het meer helemaal leeg laten lopen. Of ze die ring ooit terug hebben gevonden, weet jij dat? Nee, het is me niet bekend. Het is te hopen, we hebben moeite genoeg gedaan. Hè? Even terugkomend op dat standbeeld. Dat standbeeld, staat dat op de plaats ongeveer waar het standbeeld had moeten komen voor koningin Wilhelmina? Nou, dat had gekund natuurlijk dat Karel nu moest wijken, hè, voor het nationale monument voor koningin Wilhelmina. Maar alle ontwerpen zijn tot nu toe niet in genade aangenomen, dus Karel heeft nog even rust. Er was zelfs een ontwerp om het hier in die hofvijver neer te zetten op het eiland. Ja, daar is ook eens over gesproken. Er is ook eens gesproken over een keienpad door Den Haag, wat de herinnering aan koningin Wilhelmina levend moest houden. En het laatste ontwerp waar dan misschien Karel voor had moeten wijken is dat van Aldo van Eyck geweest. Daar is vorig jaar veel over te doen geweest. Hè? Een koepel waar mensen onderdoor konden lopen. Maar ik denk toch dat de gedachte van de meeste mensen uitgaat naar een traditioneel standbeeld. Hier weer die kermis waar straks het gezelschap in twee groepen aan deel zal gaan nemen. Eén groep onder leiding van koningin Beatrix en één groep onder leiding van prinses Juliana. En dit zal ongeveer het moment moeten zijn dat Juliaantje, het dochtertje van Jorge en prinses Christina, aan het gezelschap wordt toegevoegd. Waar is zij geboren? Juliaantje is in Nederland geboren. Alle kinderen van prinses Christina zijn in Nederland geboren. In Utrecht, in de Utrechtse Academische Ziekenhuis. Dat ze hier weer komt wonen? Hè? Ja, die plannen die hebben vrij vaste vorm aangenomen. Waar precies is nog niet bekend. Op dit moment wonen prinses Christina en haar gezin gedeeltelijk in New York en gedeeltelijk op Soestdijk. Als je zo kijkt naar dat koninklijk gezelschap dat vandaag hier Koninginnedag viert, dan zie je daarin een aantal mensen die rechtstreeks behoren tot het koninklijk huis en een aantal mensen die horen tot de koninklijke familie. De zoons van prins Klaus en koningin Beatrix heten of worden genoemd koninklijke hoogheid. En die van prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven hebben als titel zijne hoogheid. Waar zit hem dat verschil in? Dat verschil dat is vastgelegd bij wet. Daar was een zeker onderscheid in. Toen koningin Beatrix ging trouwen, toen nog prinses natuurlijk, is daar geregeld hoe de erfopvolging zou zijn. Ze heeft toestemming gekregen voor dat huwelijk en haar kinderen hadden daar volle rechten op de troon. Prinses Margriet is getrouwd met een burger, iemand zonder adellijke titel. En daarbij is toen vastgelegd dat de kinderen van die voort zouden komen uit het huwelijk prinsen van Oranje zouden zijn. Hun kinderen daarentegen zouden dat niet meer zijn. En daarbij is tegelijkertijd vastgesteld dat ze de titel hoogheid kregen. In de opvolging van koningin Beatrix staat nu bovenaan, denk ik, kroonprins Willem-Alexander. Ja, dat is juist. Daarna, wie komt daarna? Daarna komen de kinderen van Beatrix, dus daarna komt Friso en daarna komt Constantijn. En na Constantijn? Komt prinses Margriet.
En na haar? Als het nieuwe wetsontwerp wordt aangenomen, daar is het statuut Koninklijk Huis. En daar wordt al vele, vele jaren aan gewerkt. Het is nog steeds niet helemaal rond. Is er van de week een voorstel gedaan om de kinderen van prinses Margriet troongerechtigd te laten zijn tot een van de kinderen van koningin Beatrix op de troon is. Of dat een goede oplossing is, weet ik niet. Het is een beetje vooruitgaan op de toekomst. Hè? Je weet niet wat er allemaal gebeurt. Het lid zijn van het Koninklijk Huis betekent dat ministers verantwoordelijk zijn voor jouw daden. Hè? Ja, natuurlijk niet voor alle. Hè? Maar voor de daden zou je kunnen zeggen die eventueel de regering van het land in moeilijkheden zouden kunnen brengen. Dus voor openbare daden. En dat levert natuurlijk ook een beperking op voor alle mensen die lid zijn van het Koninklijk Huis. Zoals de kinderen van prinses Margriet bijvoorbeeld. Zolang zij lid van het Koninklijk Huis zijn, kunnen denk ik iets minder makkelijk een carrière plannen, als je dat zo zou willen zeggen. Hè? Want de mogelijkheid dat zij geroepen worden tot een taak in het openbaar is groter dan wanneer dat niet zo is. Kijk even met me mee. Die kleine prins die ik daar zie lopen, dat is Constantijn. Ja, die met het donkere haar. Ja. Ja. Met die rode blazertjes aan, of die donkere rode bezertjes, althans op mijn monitor zien ze er wat rooier uit. Dat zijn de zoons van koningin Beatrix en prins Klaus, hè? Ja. Nou, ze verdwijnen even uit het zicht, want ze splitsen zich nu op in twee groepen. Eén groep, ik zei u dat al, onder leiding van prinses Juliana. Daar zal ook prins Bernhard bij zijn, prinses Margriet en de heer van Vollenhoven, prinses Christina en Jorge Guillermo. Verder Bernardo, Nicola en Juliana, prins Pieter Christiaan en prins Floris. En in de andere groep gaan mee koningin Beatrix, prins Klaus, prins Willem-Alexander, prins Johan Friso, prins Constantijn, prins Maurits en prins Bernhard junior. Men gaat de kermis op en zal een bezoek brengen aan diverse attracties daar. Maar daarvoor is die kermis niet ontruimd. Het Haagse publiek heeft vrije toegang sinds vanochtend vroeg tot die kermis. Er zal alleen een soort wieg worden gemaakt door de Haagse politie en de veiligheidsambtenaren van het Koninklijk Huis om een beetje vrijbaan te maken voor deze twee koninklijke groepen met kermisgangers. Het gaat zeer ontspannen. Heb je ook niet die indruk? Ja, het gaat prima. Ik had verwacht dat het erg dringend zou worden, maar tot nu toe ziet het er prima uit. Zie je, hier is het wel vol, hè? Ja. Mensen hebben zich echt hier geconcentreerd. Er moet nog ergens een orkestje te vinden zijn waar wij niets van weten. Ik denk dat ze zich spontaan hebben aangeboden. Ad hoc ensemble. Ja. Voor de fotografen is een speciaal looppad gemaakt van waar ze hun prenten kunnen schieten. Maar het zou me niet verbazen als ze straks de gelegenheid te baat nemen om daar enigszins van af te wijken. Het is een hele gezellige kermis, die kermis van Den Haag. Je hebt er ook even rondgekeken. Ja, ik was er gisteren ook even. Waar het goed toeven is. Ja. Van eten en drinken, ja. Mag ik wel zeggen. Ja, dat is zeker zo. Ja. Maar het is ook heel feestelijk, vind ik, op het ogenblik in de binnenstad van Den Haag. Ook veel etalages zijn versierd volgens oude tradities, hè, met foto's van de koninklijke familie, knipboeken. We hebben alle mogelijke moeite gedaan om door middel van 6 camera's u iets van die koninklijke kermisbelevenis mee te doen maken. Maar het zal niet zo simpel zijn met zoveel mensen en zoveel bomen ook die voor de camera's staan. En we zijn ook erg benieuwd wat er van terecht gaat komen. Dat is het hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst, de heer Baks. Voorlichtingsdienst Koninklijk Huis. Die staat zich wat je noemt suf te regelen. Maar het zal toch wel uit de hand lopen. Dat is geloof ik ook een beetje de bedoeling van de koningin geweest. Hè?
Ach, de koningin die wil altijd heel graag, dat is bij diverse gelegenheden wel gebleken, zoveel mogelijk, of laat ik zeggen, zo min mogelijk beperkingen opleggen aan de mensen. Ze willen het zo natuurlijk mogelijk laten verlopen. En daar heeft ze hier royaal de gelegenheid voor, denk ik. Ze is overigens wel omgeven door een cordon van veiligheidsmensen. We hebben ook nog een rijdende camera die is opgesteld op een auto. Die zorgt dat u op de hoogte blijft, maar ik denk dat die auto ook niet zo heel gemakkelijk meer ruimbaan zal weten te krijgen in deze mensenmenigte. Dat ik wat voorbarig was met te zeggen dat het allemaal zo soepel liep, hè? Ze komen nu echt geen stap meer vooruit, zo te zien. Koningin blijft er vrolijk bij in ieder geval. Ja, ik kan ze altijd heel goed waarderen, iets dergelijks. Er zijn geen speciale maatregelen genomen om het publiek van die kermis af te houden. Wel is ons nu bekend dat ze naar de draaimolen gaan en naar de spider. Een heel grote, een soort ruimtevaartachtige draaimolen in de vorm van een spin. En naar de autoscooter, de botsautootjes zal ik maar zeggen. En daar zullen ze ook werkelijk ingaan. Kijk, Willem-Alexander heeft bloemen uit het publiek gekregen. Die daarachter? Oh ja. Nou, hij geeft ze door. Ja. Aan zijn oom. Die ook jarig is vandaag. Ja. En die bloemen ook wel verdiend heeft eigenlijk. Hè? Want het is ook 30 april, de verjaardag van meester Pieter van Vollenhoven. Met in zijn linkerknoopsgat de onafscheidelijke witte Margriet. Ziet u hem? Net over de walkie-talkie van die veiligheidsambtenaar heen. Hij is zo langzamerhand in Nederland bekend geworden pianist. Maar hij heeft nog een paar hele serieuze functies ook. Hij is voorzitter van de Raad van de Verkeersveiligheid. Bij elkaar heeft hij 20 functies. En dat loopt uiteen van... Ja, dames en heren, we vermoeden dat in Den Haag de spanning is weggevallen, waardoor we geen beelden meer kunnen uitzenden. We hopen dat natuurlijk zo spoedig mogelijk te herstellen. De Koninginnedagviering in Den Haag was even een korte storing in de netspanning. Wij zijn weer in de lucht vanuit Den Haag om u deelgenoot te doen zijn van die kermisvreugde op het Lange Voerhout. Twee groepen van koninklijke bezoekers aan deze overvolle kermis die nu proberen om de kermisattracties die men op het programma had staan te bereiken. Maar het wordt, krijgen we de indruk, steeds moeilijker. Vermoedelijk is er even ergens iemand over een kabel heen gesjouwd die los is geraakt, maar het is verholpen. Ik vertelde u net dat meester Pieter van Vollenhoven zo'n 20 functies heeft. Dat loopt zeer uiteen. Hij zit in het bestuur van de Volkssterrenwacht. Hij is zelfs voorzitter van de politiehondenvereniging.
maar ook van de stichting Vierspannen. Vier zonen, Maurits, Bernhard, Pieter Christiaan en Floris, ze wonen op het Loo, maar niet op het paleis het Loo. Nee, er is een bungalow gebouwd achter het paleis. Ze hebben wel even in het paleis gewoond. Die hebben ze wel het Loo genoemd. Bungalow het Loo. Daar ziet u weer die Duitse kermisattractie. Die tot 22 meter hoog passagiers meeneemt. Een soort adembenemende zwieper wordt je even boven het lange voorhout uitgetild. Het lange voorhout dat dan denk ik ook heel duidelijk zichtbaar is omgeven door gebouwen die paleizen zijn of paleizen waren. Hè? Ja, het is een hele deftige buurt altijd geweest van Den Haag. Het heette vroeger ook de Parelbuurt. Zo werd die genoemd door wat minder fortuinlijke mensen. En veel van die huizen hebben daar ook wel eens als paleis gefungeerd. Paleis Lange Voorhout, bijvoorbeeld, waar we zo dadelijk komen. Dat is aangekocht door die Hendrik de Zeevaarder die ik zo straks al een keer noemde. Maar ook het Lange Voorhout 34 was eens een koninklijk gebouw. Hè? Vroeger een gebouw van de Koninklijke Bibliotheek. Zeer riant onbekomen moet dat Ja, ook het gebouw van de Raad van State, hè? Het Lange Voorhout 34, waar vroeger de Koninklijke Bibliotheek ingezeten heeft. Daar heeft Willem de Eerste gewoond toen hij met zijn gezin terugkwam in Nederland. De Franse bezetter had in het paleis Noordeinde gezeten, want het was helemaal uitgewoond. Je zei zo net ook dat het de Schouwburg direct van paleis stadhuis werd, Schouwburg werd. Dat is ook niet juist, want dat was ook kazerne geweest. Maar het is opgeknapt en toen is hij daar later ingetrokken. Het Lange Voorhout 13 was het paleis van Sophie. Dat was een dochter van koning Willem II en Anna Paulowna. Ze was wel meestal in Weimar, dat was het vorstendom van haar man. Maar ze kwam nogal eens naar Nederland en dan had ze daar een pied-à-terre. Dit is de draaimolen waarin ik verwachtte dat het koninklijk gezelschap zou instappen. Maar ik geloof dat het een zoekplaatje gaat worden. Ik denk dat het gedrang te groot was om nog opname te maken. Van de rechterzijde. Tussen die twee bomen in, heb ik de indruk dat er ingestapt wordt. Ook de attracties op zo'n draaimolen zijn sterk aan deze tijd aangepast. Niet meer de paarden en de schommels en de motorfietsjes van vroeger, maar er staat zelfs een tank tussen, zie ik. Terwijl het koninklijk gezelschap over die kermis zich beweegt, als er nog van beweging sprake mag zijn, is hier buiten bij het stadhuis men nu zeer druk bezig de laatste hand te leggen aan de presentatie van Scheveningen, Loosduinen en Kijkduinen. Daar zal straks nog een bezoek aan worden afgelegd. En daarvoor is hier op het plein een heel bouwwerk verrezen. U zult dat straks gaan zien. We hebben daar al direct zicht op. Aan de fotografen te zien zou je zeggen dat ze daar zitten. Hè? Ja, daar moeten ze in de buurt zijn. Dat is duidelijk, maar het is helaas ook niet duidelijker. Dat zijn die echte kermisstokken. Er zijn eigenlijk twee kermissen in Den Haag, die lopen een beetje in elkaar over. De ene is op Lange Voorhout en de andere is langs de Lange Vijverberg, langs het water. Daar staan de kleinere attracties voor wat kleinere kinderen. Nu is toch er een weg gebaand. Moet die nog sneller? Ik vraag me af of de koningin dit nog allemaal even leuk vindt. Ik denk dat het een beetje veel van het goede is. Ja.
Dat is leuk. Het foto is dan van Prins Klaus. Ja. Snel nog even een snapshot. Ik ben benieuwd wat hij nu gefotografeerd heeft. Ja, ik heb ook geen idee, want dat konden we net niet zien. Nee. Dat is leuk. Oh, als die zo dadelijk mee moet in de stoet, dat is wel een opvallend. Dit is een schitterklaar. Ja. De eerste prijs voor de koningin. Ja, daar hebben we veel van dan. Ja. Ja, gaat goed zo. Ik denk dat burgemeester Scholz nu ook denkt van nou, had ik maar een ander vak gekozen. Ja, je kunt zien dat hij toch iets minder ervaring heeft met dit soort volksmenigte dan de koningin. Hè? Gisteravond zijn alle voertuigen uit de binnenstad weggehaald. Allemaal rond die kermis ook ontruimd. Daar waren nog tientallen politieambtenaren tot middernacht mee bezig. Maar echt zo'n kermis onderzoeken zoals dat met de grote kerk gebeurd is op eventuele verborgen explosieven, dat is natuurlijk eigenlijk niet mogelijk. Men moet hier maar aannemen dat het allemaal in orde is. Ik hoop zo dat wij nog te zien krijgen hoe het gezelschap straks in de kermisattracties verdwijnt en wat er dan gaat gebeuren. Want ik geloof niet dat ooit in Nederland op de televisie een compleet vorstenhuis kermisvierend is vertoond. Ik denk dat u dat van thuis ook allemaal heel leuk zult vinden om dat eens te zien. Ja, hier is de autoscooter van Occo Zuidema uit Breda. En met hem is afgesproken dat de koninklijke familie hier een ritje zal gaan maken. Ze hoeven niet te dringen bij de kassa, heb ik begrepen. De muntjes voor de autootjes die zitten al in de zakken van de organisatoren van het AHC. En er kan zometeen gereden worden. Maar dat moet er natuurlijk wel eerst toegang verschaft zijn tot. En dat wil nog niet zo vlot. Zo'n autoscooter, paleis, draait door middel van een dieselmotor zijn eigen stroom. 60 kilowattuur is er nodig om dat allemaal rijden te houden. Meneer Zuidema heeft mij verzekerd dat voor deze speciale gelegenheid hij de autootjes iets langzamer zal laten lopen door iets minder stroom toe te voeren. Want hij zou het erg vervelend vinden als een van de prinsen straks met zijn tanden door de lip zijn scooterpaleis zou verlaten. Ja, we zijn binnen. Wij zijn binnen. En daar zitten ze. Wie zijn dat in die auto voorbij kwam? Ik zag het heel snel. Ik dacht Willem-Alexander en Constantijn. Constantijn is in het wat donker van haar. Dan krijgen ze zo nog wel in beeld. Dit lijkt mij veiligheidsambtenaar, met die zonnebril. Ja, dat denk ik toch. Maar? Dat is... Willem-Alexander. Nee, dit is de oudste zoon van prinses Margriet. Maurits. Dat is Maurits. Kijk. Ja, als... De jarige minister Pieter. Voorzitter van de Raad van de Verkeersveiligheid. Kun je hier natuurlijk niet onbetaald laten. En wie heeft hij naast zich? Zou dat zijn jongste zoon zijn? Ik denk dat het Floris is, maar ik kan het ook nog steeds niet goed zien. Dat is een weerwaar. En Jorge Guillermo? En die is alleen, dacht ik. Maurits weer. Maurits. Men heeft niet aan het publiek gevraagd om de baan te verlaten. Nee. Iedereen die een autootje had, mag mee blijven rijden. Ja, hij is de jongste zoon voor ons bij zich. Ja. Tanden op elkaar. Ja.
Maurits heeft er wel kaas van gegeten, zie je? Ze gaan toch nog vrij hard, die ja, oogjes. Prins Klaus met Willem-Alexander. Zijn oudste zoon. Ja. Nou, ik denk dat prins Bernhard zich niet in het autootje zal wagen na het ongelukje dat hem in Letje overkomen is. Nee, dat denk ik ook niet. Even stoppen de autootjes. Dat bevalt prins Maurits helemaal niet, die wil door. Ja, het is jammer dat het afgelopen is zo te zien. We zijn het tweede gezelschap een beetje uit het oog verloren. Of was dit het punt waar beide gezelschappen elkaar zouden ontmoeten? Ja, halverwege de kermis zouden ze weer bij elkaar komen. Door de drukte zou het wel eens moeilijk kunnen zijn. Zeer in de mode op de kermis, let u maar eens op, zijn de witte poppen. Ja, dat vind ik en de ijsberen en zo dit jaar. Ja, we krijgen nog een rondje in de autoscooters. Het gaat toch wel vrij hard, hè? Ja. Hey, jongens, ga naar de achteruit, kom! Aanwijzingen van het personeel. Dat is Friso. Dat is Friso. Ja. En achter met het blauwe dat is Bernhard. Hier, met die krullen. Hij zit met Constantijn. Ja. Ja. Willem-Alexander. Willem-Alexander is nu alleen. Hij heeft even zijn vader afgezet, hè. Zit zo net met prins Klaus. Wordt de veiligheidsman mee? Dat is een, ja, is een adjudant denk ik van de koningin, ik ja. Weet het niet precies. En wie zit naast hem? Dat zal ik maar even kijken, ik zag hem niet zo. Ik denk dat het Pieter Christiaan is. Heb je van de zonen van prinses Christina, Bernardo. Floris, dat is Floris. Met zijn vader, ja. Ja, daar. Maurits. Bij Maurits in zit nu een van de Guillermo's. Ja, Bernardo. Bernardo. Ja. Stak zijn tong uit, zag je? Ja. Nou, dat is Friso, in het midden. Nu bestuimen de fotografen de vloer. Ik ben benieuwd of ze nog een rondje zullen maken. Ik weet het niet. Het heeft denk ik al erg opgehouden nu. Je vertelde overigens gisteren dat Willem-Alexander al eens eerder hier op de kermis was geweest. Ja, Alco Zuidema, de exploitant van dit paleis, vertelde me dat hij hem vrij regelmatig gezien had. Maar dan is er eentje, die komt hier gewoon in Den Haag af en toe even feest vieren. Dan is er meestal wel iemand bij van de veiligheidsdienst. Maar toch niet... een grote ploeg begeleiding. Hij heeft vakantie, hè, toch, Nick? Van zijn school in Wales. Ja, hij zit op het Atlantic College. En dat is een cursus van 2 jaar. Ja, dat is een 2-jarige middelbare schoolopleiding. En die heeft hij dus half voltooid, bijna. Dus bijna, zit bijna een jaar op, ja. Het is een internationale school. Ja. Vooral het... niet alleen maar kinderen van rijke ouders of zeer invloedrijke... Nee, het is juist de bedoeling geweest van de stichter van de school...
een pedagoog Haan om alle rassen en rangen en standen door elkaar te mengen. Hij verwacht daarvan dat de verdraagzaamheid onderling en het kennis van elkaars cultuur bijdraagt tot wereldvrede. Zulke grote woorden gebruikt hij daarvoor. En dat blijkt toch uit het toelatingsbeleid ook. Mensen komen daar zeker niet als ze veel geld neertellen. Ook de manier waarop de lessen ingericht zijn, die niet uitsluitend gericht zijn op het vergaren van kennis, komt erbij. Moet natuurlijk ook gebeuren, maar vooral veel werk voor je naasten zit daarbij. En dat doen ze ook daadwerkelijk? Hè? Ja, dat wordt ook werkelijk gedaan. Het college zit daar vlakbij een dorp en de leerlingen van de school die zijn verplicht om een bepaald aantal uren per week te gaan helpen, waar dat dan ook maar mogelijk is. Dus het kan zijn dat prins Willem-Alexander na de lesuren 's middags staat af te wassen voor een oude dame die dat niet meer zelf kan. Ja hoor, of boodschappen doet, of een plafonnetje wit, dat kan allemaal voorkomen. Hij is overigens ook lid van de reddingsbrigade. Dat is een hele professionele reddingsbrigade, waar echt geen andere hulp aan te pas komt dan het werk van die leerlingen. Ze moeten daar heel hard voor trainen en veel voor oefenen. We zitten daar vlakbij een heel gevaarlijke kust. Dus het is ook niet alleen maar voor de grap en voor de sier, maar er moet echt regelmatig uitgerukt worden. Hij is net 17 geworden, Friso is 15. Ja. Die golft veel. Ja, dat is een heel fanatieke golfer, heb ik me laten vertellen. Die er ook heel wetenschappelijk haast in geïnteresseerd is. Hij heeft een hele grote bibliotheek. En hij doet dat heel fervent, ook in wedstrijdverband. Het is een wiskundeknobbel. Ja, een jongen die heel veel interesse heeft en ook doorzicht in natuur en scheikunde. Alle kinderen van koningin Beatrix hebben wel gevoel voor exacte vakken. Maar zijn talent op dit gebied is toch onmiskenbaar. Het is ook een schaker bijvoorbeeld. Hè? Hij zit hier in Den Haag op school in de vierde klas. Ja, van het eerste vrijzinnig christelijk lyceum. Ja. En daar zit ook zijn broer Constantijn. Daar zit ook zijn broer Constantijn. En daar zat de kroonprins ook tot afgelopen september, hè? September 83. Constantijn is nu 14, die zit in de derde en die voetbalt. Ja, dat is nog altijd een sportjongen. Is het waar dat in de paleistuin ook een paar doelpalen staan? Ja hoor, dat staat er ook inderdaad. En er wordt regelmatig eventjes na schooltijd een, hoe noem je dat, een goaltje gezet, een doeltje getrapt. Voetbalt hij bij een club hier in Den Haag? Nee, bij een club in het Gooi, nog in de buurt van zijn vroegere huis zou je kunnen zeggen. Daar is prinses Juliana. Heel leuk, de twee Juliana's. Met Juliaantje, ja. In het bakje van, ik denk een draaimolen. Oh, wat leuk. Kleine verbergt zich een beetje onder oma's arm. Maar ze is ook nog maar zo klein, hè? Ze is pas 2. Oh, dit is de spider, ik zie het nu. Dit apparaat dat wordt straks opgetild en gaat razendsnel rond. Ik denk ook hier dat de exploitant wel wat een klein beetje gas terug zal nemen. Want aan het eind van iedere poot van die spin zitten weer draaibare plateaus. En daarop zitten de bakjes waar u ook prinses Juliana in ziet zitten. Ook de koningin gaat erin. De koningin gaat er ook in, ja. Ja. Maurits, verbeter me als ik het niet goed zeg. Ja. Pieter van Vollenhoven. Nog een paar instructies. Misschien moet toch het publiek een beetje plaats maken voor koninklijke gasten. Dit gaat razend hard, kan ik u uit ervaring meedelen. En het merkwaardige is, je maakt doordat enerzijds de hele spin ronddraait en anderzijds aan het einde van iedere poot ook weer een roterende beweging ontstaat, maak je niet alleen een hele grote lus, maar in die lus telkens kleine lusjes. Dus je uiteindelijke beweging is een hele grillige. En dat gaat door je maag. Hoor. Ik ben benieuwd of ze hier vrolijk bij zullen blijven kijken. Even overleg gepleegd met prinses Juliana, want het gaat toch door. Het lijkt me verstandig als die fotografen daar verdwijnen. De spider. Het huren van zo'n plaats op zo'n kermis, dat kost vele tienduizenden guldens. Maar het schijnt het waar te zijn. Kermisexploitanten klagen wel ieder jaar dat het te duur wordt. Het is een grote bron van inkomsten voor de gemeente. Het gaat per inschrijving. De exploitant laat
schriftelijk weten wat hij ervoor over heeft om daar te kunnen staan. Nou, met deze reclame erbij voor je bedrijf is het natuurlijk alles waard, hè? Dat denk ik ook, ja. Ik vind dat heel moedig, om op je 75ste verjaardag in zo'n griezelig ding te gaan zitten. Ja, ik moet je zeggen, ik ook hoor, want ik ben helemaal niet zo'n enorme kermisklant wat dat betreft. Het gaat inderdaad altijd zo door je maag. Ja hoor, maar het gaat goed. Ik zag net een paar prinsen achterloos met de benen over ja, de rand hangen. Ja, dat was Willem-Alexander, die vond het niet griezelig genoeg. Ietsje minder hard dan gisteravond. Maar het scheelt toch niet veel? Er zijn een paar persfotografen die hebben ook plaatsgenomen in het apparaat. Ze zullen met een hele snelle film moeten werken om daar nog een zinnige opname van te kunnen maken. Ik denk het ook, maar het is altijd proberen waard. De spider shuffle. Je denkt dat de rit erop zit, maar dat is niet het geval. Het is nog een extra bewegingsmogelijkheid. Kostbare apparaten. Je staat vaak verbaasd over hoe snel ze die dingen weer in elkaar gevouwen hebben en klaar voor het transport, zodat ze de volgende ochtend weer op een volgende kermis kunnen opbouwen. Merendeel van de exploitant op deze kermis gaat hierna naar een kermis in Rotterdam. Het tijdschema wordt aardig vergeten, heb ik de indruk, want in deze had men zo langzamerhand al in de bus moeten zitten op weg weer terug naar het stadhuis. Maar als het gezellig is, is het moeilijk afscheid nemen. Het is gezellig, zo te zien. Van hieruit gaat men naar het paleis Lange Voorhout. En daar is men ook al vlakbij. Eigenlijk is dit voor de deur. Ja, het is even om de hoek. Hè? Het is even schuin achter en dan iets naar rechts. Kijk je langs de spider, dan zie je daar het beroemde Hotel des Indes. Dat is ook een paleis geweest. Heel lang geleden gebouwd door baron van Brienen, kamerheer van koning Willem III. De deurknoppen in Hotel des Indes vertonen nog het wapen van de baron. Eens per jaar vindt daar een bijzondere manifestatie plaats. Op dit kermisterrein wordt dan Paardendag gehouden, georganiseerd door de VVV's en het AHC hier in Den Haag. En dan worden de paarden 's ochtends bij Hotel des Indes voorzien van ontbijten. Dat gaat niet zomaar een paar bakken hooi op straat. Nee, op zilveren presenteerbladen en door obers die met witte handschoenen de gerechten serveren, krijgen die dieren dan hun ontbijt aangereikt. Misschien hebt u daar wel eens foto's van in de kranten gezien. Het is altijd een heel dankbaar gegeven voor de persfotograaf. Het was ook de bedoeling dat in deze mensenmenigte ergens de koningin kennis zou maken met de heren Rosa en Janvier van het bureau Kermisgids, een overkoepelende organisatie van kermisexploitanten, maar ik heb het niet zien gebeuren. Mogelijkwijs heeft het zich toch wel afgespeeld. Een van die kleine huisjes, tussen die grote paleizen in, ziet u ook langs het Lange Voorhout hele kleine huisjes staan, is het kleinste van Den Haag. Het smalste huisje van Den Haag. En op nummer 92 vindt u het huis van baron Hop.
Van Baron Hop wordt gezegd dat hij de uitvinder is van de Haagse hopjes. Hij was een man die van de dokter camera's om u deze beelden te laten zien. En ik dank het AHC, het Algemeen Haags Comité, voor de organisatie van Koninginnedag 1984. Graag tot volgend jaar.